Bob Vaas, vader van Jaden. Wie was Jaden? Jaden was mijn zoontje. En Jaden is op bijna 3-jarige leeftijd overleden aan neuroblastoom kinderkanker. En wat is dat? Een zeldzame vorm van kinderkanker, waarbij 1 op de 100.000 kinderen ongeveer krijgt die vorm van kanker. En wij vonden dat we na het overlijden van Jaden iets moesten doen om andere kindjes en ouders te besparen wat wij hebben meegemaakt. En zo is de stichting opgericht. En wat is het doel van de stichting? Het ultieme doel is neuroblastoom de wereld uit te helpen. Maar dan zijn we nog moeten we nog een hele lange weg gaan. Wij hebben als doel pijnbestrijding, maar voornamelijk de genezing van neuroblastoom kinderkanker. Ik kan me ook voorstellen dat het dan lastig is om elke keer een evenement mee te maken. Elk evenement en eigenlijk alles wat ik voor de stichting doe is dubbel. Omdat wat ik voor de stichting doe, doe ik met heel mijn hart. Maar als ik het niet voor de stichting had gedaan, was het teken geweest dat ik mijn zoontje nog had gehad. Dus dat blijft altijd heel dubbel. Maar ondanks dat geeft dit wel een goed gevoel dat je op deze manier kan bijdragen aan de genezing van neuroblastoom kinderkanker. En wat doet de stichting allemaal? Want vanavond hebben we de Night Run. Ja, we hebben een aantal evenementen op een jaar. Onlangs hebben we de Krantoer Johnny Hogeland gehad en de Obstakelrun in Goes. Nu de Nightrun, dan gaan we naar van het voorjaar krijgen we weer de Spinning Marathon, de Stelvio Challenge. En dan gaan we weer naar de Krantoer Johnny Hogeland, Obstakelrun, Nightrun. Is het perspectief verbeterd? Want jullie zijn nu een aantal jaren bezig. Is er nu meer uitzicht op? Op genezing? Op behandeling en genezing, ja. Het gaat in hele kleine stapjes. Maar toen Jaden overleed was de kans van overleven 25% en die is nu naar 30%. Het zijn maar hele kleine stapjes. Alleen, het zijn toch weer een aantal kinderen meer die het wel halen. Dus dat geeft, dat geeft gewoon een goed gevoel. Dus je moet met je stok ergens gaan staan, geloof ik. Dat klopt, dus, Gaan we gauw naar buiten. Oké, dank u wel. Succes. Dank u wel. Ja. Hey, kijk.